Ik heb dus 4,5 jaar lang op de universiteit mogen kijken naar het effect van golfoverslag op dijkerosie en de sterkte van de grasbekleding. En ik denk dat het interessante is dat wat je bij een universiteit doet, staat best ver af uiteindelijk van hoe de dijken erbij liggen. En dat gat willen we een beetje overbruggen. Dus dit is de inhoud van vandaag. Ik zal heel even kort in 2 slides ongeveer mijn onderzoek proberen te samenvatten. En als jullie meer interesse hebben, dan mogen jullie mij altijd vragen, want ik kan er heel lang over praten. Maar ik denk dat het vooral willen focussen op de ontwikkeling en de vertaling van kennis. Dus hoe werkt dat nu een beetje? En daarna aan de hand van de Mentimeter een beetje met jullie discussie aangaan van, nou ja, hoe kunnen we dat dan verbeteren? Wat is interessant? Wat is niet interessant? Nou, en hopelijk komen daar leuke dingen uit. Nou, dit is een soort van mooi plaatje van mijn onderzoek. De titel is, als ik het helemaal naar het Nederlands vertaal, het modelleren van de hydraulische belastingen van overslaande golven en overgangen voor dijkerosie. Dus wat heb ik gedaan? Nou, ik heb 2 modellen gemaakt. Die zie je hier. Ik heb een heel simpel en snel model gemaakt voor golfoverslag. Ik heb ook alleen maar gekeken naar de kruinen en binnentaluut, om het een beetje af te bakenen. En zo'n simpel en snel model kan gebruikt worden om de erosie van overslag tijdens een storm uit te rekenen. En daarmee ook faalkansen. En dan zouden we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar verschillende graskwaliteiten kunnen we erin stoppen. Verschillende condities. Wat nou als je een gat in je grasmat hebt en we krijgen erosie eronder. Dat soort dingen hebben we allemaal met zo'n snel model. Hè. En een snel model op de universiteit is wel een heel ander snel model. Faalkansberekeningen duren nog steeds meer dan een dag, moet ik erbij zeggen. En we hebben gekeken dus ook naar een gedetailleerd en ingewikkeld model. Dus dan rekenen we 1 golf uit en dat duurt ongeveer 10 uur. Dus heel gedetailleerd. Waterdruppeltje voor waterdruppeltje gaan we dan uitrekenen. Oké, wat gebeurt er nou mee? En dan kunnen we heel erg goed die belastingen in kaart brengen. Dus je hebt een overslaggebied. Maar voor erosie is het nog veel belangrijker om te kijken naar snelheden, schuifspanningen, druk, normaalspanning. Nou ja, dat kunnen we allemaal uit zo'n model halen voor elke tijdstap op allemaal plekjes. En daarmee heb ik ook gekeken van, nou, wat gebeurt er dan als je overgang hebt? Dus overgang in hoogte, wegen, wat gebeurt er dan? Nou, dit is dan een voorbeeld van zo'n gedetailleerd model. Dus blauw is water, de rest is dan lucht. En dit is dan een weg bovenop je dijk. Kan je ongeveer zien wat het moet voorstellen. En dat ziet er dan heel leuk uit. Ik kan zeggen, oké, wat gebeurt er nou met de belasting? Nou, die neemt heel erg toe, want we krijgen, ja, die golf laat los, hij klapt neer. Hier ook, krijgen we heel hoge belastingen. Maar hoe zit dat dan in het veld? Ten eerste heb je niet van die hele rechte overgangen. En je hebt ook niet 1 overgang. Want ik kan het leuk uitrekenen wat gebeurt er met een hoek en wat gebeurt er met een weg. Maar eigenlijk gebeurt alles tegelijk. En ik kan me voorstellen dat als je zo'n plaatje ziet als beheerder, dat je dan denkt, ja, wat moet ik daar dan mee? Omgekeerd denk ik, ja, wat moet ik met die dijk? Dat weet ik zeg maar ook niet. Hè? Wat is er op een dijk? Wat zijn de problemen op de dijk? Dus daarom, ik denk dat dit wel leuk is dat we hier dan een beetje samenkomen en kunnen kijken van, nou ja, hoe kunnen we dat dan wat meer naar elkaar toe brengen? Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Kijk, ik heb hier 4,5 jaar gezeten en ik vind het heel leuk. Ik zou heel graag willen dat jullie het gaan gebruiken, maar er moet dan wel echt nog wel wat gebeuren. Daar gaat dit over, noem ik even hierheen. Kijk, als je dan zou kijken van hoe gaat de kennis van de universiteit naar bijvoorbeeld een waterschap. Nou ja, bij de universiteit heb ik nu dus allemaal nieuwe modellen voor overgang en graserosie gemaakt. Die dus dagen, uren draaien. Dus dat gaan jullie waarschijnlijk niet gebruiken. Nou, sinds 3 maanden werk ik bij Deltares. En die kan daar bijvoorbeeld bij helpen. Hè? Dus je hebt nu voor graserosie gaan we naar de cumulatieve overbelastingsmethode toe. Hoe kan je dan de resultaten die ik heb gevonden bijvoorbeeld gebruiken om dat te verbeteren? Dus dat gaat dan over versnellingen langs het binnentaluut. Kunnen we daar wat mee? Kunnen we iets met factoren voor overgangen doen? En ik heb ook een beetje gekeken naar die faalkansen, de graskwaliteit, maar ook naar erosiegaten. Dus dan ga je kijken naar de vervolgmechanismen van dijkerosie die nu in de faalpaden zitten. Kunnen we daar bijvoorbeeld dan wat mee?
Nou, en als we nou eigenlijk willen dat het uiteindelijk wordt toegepast, hebben we in Nederland nu iets heel moois met het BOI. Want alle kennis die wordt gedaan, die komt in het BOI en die wordt dan dus uiteindelijk ook toegepast. En dit is een van de voorbeelden hoe je dus een beetje de kennis van de universiteit naar de waterschappen, Rijkswaterstaten, wat dan ook wil krijgen. Maar we merken dat dit niet altijd helemaal werkt. Dus Deltares doet veel onderzoek. Er zijn ook andere bedrijven natuurlijk, HKV of andere advies- en ingenieursbureaus die ook een beetje doen. Wij schrijven bij MyWaterHouse doen onderzoek en dan schrijven een rapport. Die zijn soms best lang, kom ik ook altijd tijdens mijn PhD als je informatie wil hebben. Maar er staat wel veel in. En de vraag is een beetje, en daar willen we nu een beetje kijken naar in deze workshop, van hoe kunnen we die kennis vertalen naar iets wat een beheerder aan heeft. Dus, en wie zou dat dan moeten doen? Wie zijn rol zou dat zijn? Hoe gaan we nou modellen die we maken vertalen naar iets wat een dijker is? Wanneer vertrouwen jullie de nieuwe kennis genoeg dat jullie zeggen, oké, nu ga ik dat ook echt op een dijk toepassen? Wat zou een soort van motivatie, hoe zou dat helpen? Dus we gaan beginnen met de discussie. Of zijn er nu vragen misschien voordat we beginnen? Ja? Stel je de vraag niet verkeerd. Niet van hoe zou dan de praktijk dat modelonderzoek moeten gebruiken, maar hoe zou het onderzoek de vragen uit de praktijk goed kunnen beantwoorden? Dus daar moet toch, er zit toch een wisselwerking tussen. En ik denk dat als je die koppeling kunt maken, je elkaar beter begrijpt. Ja, dus daar ben ik het mee eens. En nu is de vraag hoe. Okay. Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, anders kunnen ze het online. Wat wel kan helpen is, we hebben natuurlijk wel meerdere dingen opgezet in het land. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft een kennis- en innovatieprogramma. En daar zijn ook allerlei onderzoeken die vanuit daar worden opgepakt. Zo is er ook een onderzoek net gaan lopen. Ook over erosie bij dijkovergangen. Dus ik zou graag wat mensen die daarvoor wat werk verzetten ook mede voor mij in contact brengen met jou. Ik denk dat dat ook kan helpen. En er is ook zoiets als de innovatieversneller. Ik weet niet of jullie dat al kennen, maar dat is vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Rivierenland is penvoerder. Een project is opgezet om de kennis wat nog niet in het BOI zit, maar wat wel al is ontwikkeld of wat voortkomt ook uit zo'n onderzoek. Om dat verder te brengen en dat ook te ontsluiten naar iedereen, om alvast daar eens mee te kijken wat voor impact dat kan hebben. En om daar ook wellicht vooruit al te kijken wat dat kan opleveren of hoe dat de inzichten misschien ook juist op een negatieve manier verandert. Maar dat je daar wellicht dan rekening mee kan houden. Dus wie weet, helpt dat wat om de kloof te dichten? Ja, dankjewel. Is iedereen al ingelogd in de Mentimeter? Kunnen mensen het lezen? Wil je ook al? Ik begin met de meest standaard vraag. Maar gewoon dat we een beetje overzicht hebben of hier alleen maar mensen van het waterschap zitten. Of ook nog wat andere mensen. Ja, dat heb je altijd. Maar ik denk wel het grootste gedeelte. Het grootste gedeelte is van het waterschap. Dat is mooi. Dus we hebben net ook al gezegd. Onzekerheden. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus we doen een bepaald berekening. We doen een experiment. Er wordt iets gedaan om nieuwe kennis te ontwikkelen. En daar horen natuurlijk heel veel onzekerheden bij. En de vraag is of jullie een beetje van nummer 1 tot 4 dus kunnen ranken. Wat jullie denken, dit is de belangrijkste onzekerheid waarom ik de kennis misschien niet zou willen toepassen. Of hier zou ik echt wat meer informatie over willen weten voordat ik het toepas. Dus bijvoorbeeld het toepassingsbereik. Wat is er getest en valt mijn dijk daar dus binnen? Dat is misschien niet helemaal duidelijk. Dan praat je dus over overslagproeven die zijn gedaan op gras op klei en je hebt gras op zand. Dus wat moet je er dan mee? De effecten op lange termijn, dus veroudering klei, dat soort dingen.
De kosten in geld en tijd. Het kost natuurlijk, als je een nieuwe methode of nieuwe kennis wil toepassen, kost het ook wel wat tijd. En de gebruiksvriendelijkheid van de methode. Dus dat is, gaat dan meer bijvoorbeeld, als je een model hebt, hoe verzamel ik dan de inputgegevens? Of hoe schematiseer ik mijn dijk dan op zo'n manier dat ik ermee kan rekenen? Wat moet ik daarmee? Ik wacht nog heel even, wel schrijving. In ieder geval staat het toepassingsbereik van het onderzoek heel erg hoog. Is er iemand die dat wil toelichten? Nou ja, als het niet toe te passen is op jouw dijk, dan maakt het toch niet uit hoe het wild kost, hoe gebruiksvriendelijk het is of wat het effect is op lange termijn. Als het iets zegt over, weet ik veel, de kwaliteit van de tuinaarde en je wilt weten wat de graskwaliteit op je dijk is, dan heb je dus niks aan die methode. Dus het toepassingsbereik is volgens mij het belangrijkste. En is in het meeste onderzoek dan het toepassingsbereik duidelijk? Of wat, zeg maar, want het gaat over de onzekerheid. Dus ja, als het er niet in past, dan is het ook niet onzeker. Zo kan je het natuurlijk ook zien. Dus is dat dan bijvoorbeeld een probleem dat bij heel veel nieuwe kennis die ontwikkeld wordt, dat we gewoon niet, dat je niet weet of het toepasbaar is op jouw dijk en dat je niet zo goed weet. Oké. En hebben jullie een idee hoe dat dan verbeterd kan worden? Moet dat toepassingsbereik duidelijker worden? Of moeten we eigenlijk de kennisontwikkeling, de onderzoeken zo van tevoren instellen dat het zo breed toepasbaar mogelijk is? En daar van tevoren over nadenken. Dus richt je op het rivierengebied of richt je het op de kust. De keuze die je maakt, als je het allebei doet is het super. Maar als je één van de twee niet doet, dan heb je dat waterschap er niks aan. En dat is prima op zich. Dan kan ik altijd anders iedereen te dienen. Ja, maar weet. En vermeld. Ja. Oké, en de gebruiksvriendelijkheid van de methode, zijn daar misschien wat specifieke dingen voor? Wil je de microfoon? Nee hoor, ik zat zo, als ik naar het lijstje kijk, vaak beginnen dingen op basis van vertrouwen natuurlijk. En ook hoe betrouwbaar is het dus? Dat staat niet in de lijst, maar ik denk dat dat wel ook heel bepalend is in of je het durft. Moet ik wel met de microfoon in lopen? Ja, en ik ga de vraag herhalen anders. Ja. Het was niet echt een vraag, maar van de vier punten, het begint met vertrouwen en betrouwbaarheid, denk ik. Ja, dus er wordt gezegd, het begint met vertrouwen en betrouwbaarheid. En hoe kunnen we dat creëren? Ik had dat stukje inderdaad had ik ook een klein beetje geschaard onder het toepassingsbereik. Want die betrouwbaarheid die beïnvloedt hoe toepasbaar het uiteindelijk is. En wanneer vertrouwen jullie dan kennis? Want dat is er misschien ook. Vertrouw je de kennis als we het hebben, dus als het getest is en je zegt, nou ja, we hebben een deltagrootproef gedaan, dan vind ik het prima. Of wacht je dus liever af tot het iemand anders het heeft gedaan, zodat je denkt, oh, dan vertrouw ik het pas. Want dat speelt natuurlijk ook een beetje mee. Ik denk dat als je het begrijpt, hè, dus, als je de grote lijn begrijpt, als je begrijpt wat het toepassingsbereik is, als je weet dat er bepaalde mensen kennisinstituten meegekeken hebben en ook valideren dat dit te vertrouwen is, te gebruiken is, maar dat je vervolgens wil je ook in grote lijn snappen wat er gebeurt. Je geeft namelijk wel datgene waar je voor verantwoordelijk bent. Die dijkveiligheid geef je daarmee wel het handen. Je geeft iets aan een model, je krijgt er iets voor terug. En vervolgens ga je daar wat mee doen in die dijk. Oké, nou, er zijn wel veel goede punten die worden genoemd, denk ik. Even kijken. Ja? Oké, nu zijn er een aantal stellingen. Van oneens tot mee eens. Stap 1 gaat dus over het toepassingsbereik. Van als er onderzoek is, kijk je dan altijd naar het toepassingsbereik, zodat je weet of het toegepast kan worden of niet. Zou je zelf meer betrokken willen zijn bij bijvoorbeeld kennisontwikkeling bij Deltares of universiteiten? Ben je bereid om extra geld of tijd te stoppen in testen om bijvoorbeeld de sterkte van de bekleding te bepalen? Wacht je liever af tot een waterschap nieuwe kennis heeft toegepast, zodat je zeker weet dat dat kan. Dat kan natuurlijk ook een mening zijn.
En heb je al wel eens een keer profijt gehad van het toepassen van nieuwe kennis bij bijvoorbeeld de beoordeling en de versterking van dijken? Even kijken wat er gaat gebeuren. Je gaat hierbij wel vanuit dat iedereen in de zaal eigenlijk een beheerder is, denk ik. Ja, dat is een beetje het doel, ja. Ik kan me heel goed inleven. Ja. maar misschien als je bij Deltares werkt, wil je ook wel graag meer betrokken zijn bij Deltares. Zijn er bijvoorbeeld, volgens mij kijkt iedereen goed naar het toepassingsbereik. Zijn er al mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik zou meer betrokken willen zijn? Is er iemand die bijvoorbeeld al betrokken is en zegt, ik wil meer? Of iemand die zegt, nou, ik wil heel graag betrokken zijn, ik heb geen idee hoe dat moet. Is er iemand die dat wil toelichten, die tweede stelling? We hadden het er in de lunch natuurlijk al een beetje over. Ik heb best wel bewust de keuze gemaakt om beheerder te worden. Maar nou ja, dat gat tussen inderdaad die kennis en uitvoering, ik vind dat wel echt een heel belangrijk punt. En ik zou best wel graag daar op de een of andere manier wat meer voor uitgenodigd willen worden. Ik vind het is moeilijk om de andere kant te vinden, die weg te vinden. Maar ja, ik zou daar graag wel bij betrokken willen zijn, ja. Nee, millennial. Ja, dus ik kan me voorstellen dat het van twee kanten een beetje zo is. Hè? Dus dat de weg misschien naar elkaar moeilijk te vinden is. Is zo'n kennisdag dan zoals nu echt een goede manier om dat te doen? Of moeten we weer wat meer webinars? Ja? Oké, ik kom nog even naar achteren. Ik denk dat de ultieme ontmoeting gewoon op de dijk zelf is. Ik heb voor Peter was ik dus gasregisseur en heb ik met André van Hoven de gasdag georganiseerd. Waarbij hij als onderzoeker, die toch best wel vaak op de dijk kwam, echt heel intensief met beheerders in gesprek kwam. En dat was voor hem ook kennisontwikkelend. Net zoals wij van hem ontzettend van overnamen. En ik denk als je beide op die dijk bezig bent, dat je dan die ultieme uitwisseling kent. Ook mekaars taal gaat begrijpen. Ook de belangen van de ander gaat begrijpen. En dan ook meer kunt invoelen van waar gaat het hem eigenlijk om, of haar. Nou, ben ik het alweer vergeten. Nee, wat ik mij afvraag is van, dit klinkt, als het er al is, die samenwerking, dat heel nuttig is. Maar wat ik hier hoor, is juist dat je elkaar niet weet te vinden en dus ook niet op de dijk staat samen. Dus hoe creëer je de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen? Hoe zorg dat je op de hoogte bent van die onderzoeken waar je dan in geïnteresseerd bent? Dat is volgens mij de moeilijkheid die er dan nog open ligt. En dan wil ik toch even op Jaap reageren. Want ik vergeet het nooit dat ik een keer op dijk stond en ik dacht van, daar staat geen graspiet meer op. Dat ik een schep in mijn handen kreeg en daar eens ging scheppen. En dat ik toch ontdekte dat het helemaal vol met wortels zit. Dus dat soort bijeenkomsten werken volgens mij wel. Terwijl je ook veel uit filmpjes en andere leuke dingen ziet en van collega's leert. Ja, dat soort bijeenkomsten vond ik wel interessant. En ja, hier wordt heel veel informatie over je heen gegooid, maar weinig met de handjes gedaan en vaak ook niet inhoudelijk over dingen gesproken. En ik weet dat elke waterschap dijken versterken en onderhouden. En iedereen zoekt zijn eigen maniertjes en zijn eigen details gaat hij ontwerpen. Of bijvoorbeeld die overgangsconstructies. Ja, bij onze huidige dijkversterking hebben we best wel veel dingen van overgangconstructies ontworpen. En die delen we ook weer met collega's. Zodat niet iedereen in de hele wereld weer nieuwe dingen gaat uitvinden. En heel goed zijn eigen dingen bedenkt. Dus ik denk dat daar wel meer in mogelijk is om kennis te delen. Meer dan we nu doen. Want iedereen gebruikt toch zijn eigen netwerkje, is mijn ervaring. Of zijn eigen vriendjes, noem ik het altijd maar. Want die weten zoveel van en die weten zoveel van. Terwijl er misschien nog wel meer kennis in Nederland is. Of misschien wel in andere landen. Oh, wie? Heb ik iemand? Oh, jij bent hem kwijt, ja. Ja, sorry. Nou, ik heb... De koppeling tussen theorie en praktijk is natuurlijk van belang om elkaar te begrijpen. Op de dijk staan vind ik een hele goede tip. Maar je helpt elkaar dan ook van waar nou echt de problemen zitten. Want je wilt een dijk niet afkeuren met een model
Terwijl je als, als beheerder kijkt en denkt van wat is hier mis? Waarom dus het verschil tussen beheerdersoordeel en zo'n oordeel wat uit de computer komt. Ja, daar wil je echt wat mee. Terwijl er ook momenten zijn waarop je denkt van het gaat hier elke keer kapot. Hoe komt dat? En dan heb je het onderzoek juist nodig om te kijken van wat is hier aan de hand? En dus de vragen moeten uit de praktijk komen en niet uit de onderzoekswereld. Want er is natuurlijk veel te veel om te onderzoeken. Dus daar, ik denk echt dat de vragen uit de praktijk moeten komen en dat je daarop moet reageren met onderzoek en dat ook moet checken. Want inderdaad, een vierkante weg, die zie je nergens. Maar het is wel makkelijk modelleren. En dan moet je daarna dus weer terug om te zeggen van oké, hoe zit dit dan? Moet je dat misschien met kleine proefjes checken en valideren? En nou, zo kom je volgens mij tot modellen die ook echt de realiteit een beetje naderen. Maar nee. Nou, dat doet me denken aan die spreuk die in het lab bij Delft altijd hing. De theorie was, niks werkt en iedereen weet waarom. En de praktijk was, alles werkt en niemand weet waarom. En bij de civiele techniek hebben we de theorie en de praktijk gecombineerd. Niks werkt en niemand weet waarom. Nou. Ja. In ieder geval denk ik dat de goede conclusie is dat we met elkaar wat vaker op de dijk moeten gaan lopen. Dus misschien is dat wel iets, als je mij wil uitnodigen, kom ik van harte graag een keertje kijken. Even kijken, wat hebben we nog meer voor interessante vragen? Ik wacht liever tot een ander waterschap. Nou, iedereen wil wel kennis toepassen, dus dat is goed. Heeft iemand dan misschien nog een voorbeeld van waarbij nieuwe kennis, waarbij je profijt van hebt gehad, dat je nieuwe kennis bij de beoordeling of de versterking hebt toegepast. Is iemand die daar een goed voorbeeld van heeft? Ja? Ik kon zo ook nog een slide over. Maar ik zag zo direct geen handen, maar ik denk, ik draai hem toch om. Want in die zin heb ik in de beoordeling, zijn we er eigenlijk net mee klaar, ook wel last gehad van de nieuwe kennis. Voorheen hadden we buiten de luts gewoon 1 meter klei erop zitten met een grasmat. Konden we makkelijk goedkeuren. Toen kregen we nieuwe beoordelingsregels en waren de klei diktes tot 0,5 meter waren eigenlijk onderzocht en beproefd. En vervolgens hebben we heel veel moeite gehad om de boel goed te keuren, zeg maar. Dus in die zin heeft nieuwe kennis, omdat we de oude kennis eigenlijk overboord gooiden en nieuwe kennis, nieuwe inzichten, heeft tot heel veel last geleid, eigenlijk ook zeggen. Dus en daarmee wil ik eigenlijk zeggen, volgens mij moeten we ook proberen om niet te veel op het grassprietje niveau te gaan onderzoeken, zeg maar, als het niet nodig is. En misschien ook een beetje robuustheid nog steeds in onze dijk houden. Ja, dus het is natuurlijk wel iets waar we mee bezig zijn. En niet meer alleen kijken naar de grasmat, maar ook de klei eronder en dan de vervolgmechanismen en het dominante faalpad. Dat komt alles natuurlijk een beetje terug. Het is ook zo dat op dit moment gewoon de scope nogal elke keer verandert. Hè? Dus we roepen, we komen nu met en dan hebben we een hele dijk. En met alle ontwikkelingen die er op dit moment zijn, de vraag is of je na 2-3 jaar nog überhaupt een scope overhoudt. En waarvoor je dan 3 jaar geleden met veel bombarie dat project initieerde. Dus je moet ook opletten dat we, natuurlijk moeten we stappen maken en ontwikkelingen doen. Maar de vraag is, wanneer breng je ze naar de markt? Wanneer breng je ze naar de projecten? En hoe baseren we onze keuzes daarop? Want de geleidende schaal is verdomd lastig in de praktijk. Ja, dat is denk ik wel belangrijk om in ons hoofd te houden. Wij zijn dan wel benieuwd of jullie wat projecten dus wel niet, waarbij de kennis goed is geland of niet. En misschien welke partijen betrokken zijn. Ook gewoon dat we daar eens een beetje bijvoorbeeld meer in kunnen kijken of nog een keer contact op kunnen nemen van zijn er nou echt succesverhalen en zijn er nou dingen waarvan het niet goed is gegaan, dus we heel veel kunnen leren. Dat was iets nieuws, zoals we de zoden nu beoordelen. Moet wel. Jaap noemde hem al, hoe we zoden beoordelen. Dat was een aantal jaren geleden nieuw. En hoe dat geïntroduceerd is, dat was eigenlijk, dat is heel succesvol gebleken volgens mij. Dat doen we met z'n allen. Iedereen kan het, maar we weten ook hoe het moet.
Dus dat, die introductie van die nieuwe kennis, die vond ik heel erg succesvol. Ja, dus dat gaat over de overslagproeven die zijn gedaan en de regels die daar zeg maar vanuit afgeleid zijn. Vooral hoe je je gehaarsbekleding kunt toetsen. Ja. Met WBI. Ja, met het WBI wordt er gezegd. Ja. Nou, zo is het niet bedoeld, maar. Het mag ook niet gelukt zijn. Dus als je zegt, het lukt niet, dan worden namelijk altijd heel veel succesverhalen verteld. En dat is natuurlijk mooi. Maar dingen waar het niet gelukt is, kunnen we natuurlijk ook vooral leren van waarom niet. Dingen waar het wel lukt, daar kunnen we zo even naar kijken van hoe kunnen we dat beter ook doen. Ja, we hadden zelf ook al een lijstje met dingen waarvan wij dachten die goed waren gelukt. Zoals gras op zand en de brede groene dijk en de overslaggebieden. Dus dat is mooi. Ik weet niet of mensen nog druk bezig zijn met invullen of zeggen laten we doorgaan naar de volgende. Ja, zo. Oh, nou. Nee. Dat is oké. Okay. Mochten jullie hier nog meer ideeën anders over hebben, dan kunnen jullie zo meteen bij de borrel mij nog even aanschieten. Want dit is denk ik ook interessant van hoe kunnen we dat dus verbeteren. Dus we hadden net al gezegd, nou ja, misschien moeten we met z'n allen een rondje op de dijk gaan lopen. Denken jullie dat het ook goed kan zijn door bijvoorbeeld workshops te geven, waarbij je dus ook met elkaar aan tafel komt om een beetje die kennis naar elkaar te vertalen. Dus de technische model, taal vertalen naar gewoon wat kan je in de praktijk mee. Misschien kunnen we een extra hoofdstukje in een rapport toevoegen van dit is het toepassingsbereik, dit kan je ermee. Nee, ik kan iemand heel hard nee schudden. Via het BOI is natuurlijk een manier om de kennis over te dragen. Nou ja, een presentatie zoals nu bij de kennisdag. Helder verhaal, hè? Ja. Misschien, waarom zouden we niet een extra hoofdstuk moeten toepassen? Moeten toevoegen? Nou, heel eerlijk. Er worden zoveel rapporten geschreven en er wordt zoveel gemaakt. Dus als je het allemaal wil lezen, dan is het niet bij te houden. Ik denk dat als ik jouw rapport zou moeten lezen, dan denk ik dat ik het vertaalprogramma er ook bij nodig heb. Dus daar haak ik al af. Nee, ik denk dat het goed is om elkaar in woord en beeld mee te nemen. En een extra hoofdstuk voegt alleen maar via zenden toe. En volgens mij is het al vaker gezegd, het gaat over zenden en ontvangen. Het gaat over die twee werelden bij elkaar brengen. En dat doe je niet door een extra hoofdstukje toe te voegen. Er zijn ook een paar mensen die hebben anders ingevuld. We hadden net over loop mee op de dijk. Dus dat zou ik dan ook als een ander zien. Heeft iemand anders nog een goede optie? Oh, ik zie hier twee naast elkaar. Ja, de innovatieversneller heeft ook een wikipagina. Dat is wel goed om te weten, denk ik. En daar proberen we dus de ongestolde kennis, die dus nog niet in het BOI zit, maar wel is ontwikkeld, dus ook de wereld in te brengen. Geen idee of dat de meest effectieve manier is. Maar in elk geval, daar staat het allemaal bij elkaar als het goed is. Nou, het is nog niet helemaal af. Er wordt hard aan gewerkt. En hier naast me zit Jaap. Er is ook een site van de handreiking van de grasbekledingen. Daar staat ook heel veel op. Ik weet niet of dat ook de manier is, maar daar kan je ook heel veel vinden. Ik weet niet of je dat wil zeggen, maar. Nee, ik wilde de link maken met de digigids. Dat is een bestaand instrument wat in de praktijk wordt gebruikt. En als er iets wijs komt uit de golfoverslagproef, wat iets zegt over bijvoorbeeld het relief of de open plek in je zoden, als dat landt in de digigids, wordt het de dag daarna toegepast. Dus ik denk als je het in dergelijke instrumenten ook uitrolt, met daarbij een achtergrond informatie van hoe zijn we tot het nieuwe inzicht gekomen, dat beheerders het of gewoon toepassen, omdat ze denken van ja, ik doe gewoon wat de digigids zegt, of daar vandaan in de verdieping terechtkomen, waarom is dit eigenlijk veranderd? En dat kun je ook in de cursus in inspectie waterkeringen meenemen. Dus ik denk als je aansluit bij bestaande instrumentjes, dat het heel makkelijk uitgerold kan worden. Ja, dus dat de nieuwe kennis ook echt vertaald wordt in plaats van alleen in een rapport naar de documenten die door de beheerders worden gebruikt. Ja,
Nou, dat denk ik ook een goeie. Was er iemand anders die hier nog wat over wou zeggen? Ja. Ja, even kijken, hoe zal ik het zeggen? Ja, ik werk zelf op de universiteit, dus mijn vak is kennis genereren, net zoals jij gedaan hebt. Nou, op de eerste plaats, het is heel belangrijk dat er een heleboel kennis gegenereerd wordt die misschien niet toegepast wordt, of veel later, of wat je niet kan voorspellen. Jouw modellen zijn fantastisch, maar dat wil niet zeggen dat ze meteen in de praktijk te gebruiken zijn. Dat op de eerste plaats. Op de tweede plaats, wat ik heel spannend vind, als het gaat over de zaken waar we hier besproken hebben, is om te schakelen samen. Om te kijken waar kennis het verschil kan maken. Om een uitwisseling van ideeën te hebben. En dan moet je fora hebben, ja, zoals Jaap al zegt, dat zijn de grasdagen, dat zijn ook dit soort gelegenheden waar je elkaar moet vinden. Belangrijk is het proces. Wat ik heel veel in jouw slide zie is, ik heb kennis en dat ga ik eens even lekker overdragen. Want dan kunnen jullie er wat mee doen. Mijn ervaring is dat dat eigenlijk in het algemeen niet werkt. En dat het samen schakelen eigenlijk voor beide partijen veel bevredigender is. En waar kan kennis dan het verschil maken? Nou, als we kijken naar dijkbekledingen, dan zie je dat natuurlijk op heel veel plekken het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Heel veel plekken, en die veldkennis en ervaring is ongelooflijk belangrijk, maar die wordt wel overal op zijn eigen manier toegepast. Nou, voor een deel moet die specificiteit, maar kennis die wij genereren, die kan er nou juist voor zorgen dat je op een gegeven moment ziet van, wacht eens even, weet je, hier zit een gemeenschappelijke noemer in. Je zorgt dat het onderbouwd is en dat je verder gaat. Maar dan moet je dat wel ophalen op de juiste manier. Het samen sparren, en ja, we proberen vanuit de universiteiten steeds meer op die manier te werken. Die ivoren toren, die bestaat niet meer. Maar met de praktijkmensen de veldervaring serieus nemen. Uiteindelijk die nieuwe kennis genereren die we nodig hebben. Helemaal vanaf het begin. Oké, ik geef hem nog even door. Ja, Hans, ik hoor jou zeggen dat die kennis heel belangrijk is. En dat je inderdaad dat overbrengen heel belangrijk is. En dat je tegen Vera zegt van, ik heb allemaal kennis ontwikkeld en hier heb je het. Ik herken dat helemaal niet. Hè. Wat ik hier zie is dat Vera juist zich openstelt en kijkt van, met al die slides en vragen van, hoe kan ik nou die kennis zo goed mogelijk laten landen? Hè? Dus in die zin denk ik dat we hiermee echt op de goede weg zijn. Nou, ik denk dat het ook een mooi bruggetje is voor de. Nou, volgens mij heb ik nog twee vragen, maar ik kan eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ja, het is een mooi bruggetje naar de laatste vraag. Dit is de ene laatste vraag. Maar bijvoorbeeld wel, wie vinden jullie dat het voortouw zou moeten nemen? Want dat is natuurlijk wel de vraag. We hebben allemaal kennisinstituten. Wie zou dat moeten doen? Nou, ik zie al veel STOA staan. Is dat inderdaad een rol waarvan jullie denken, oh, daar kan STOA misschien wat meer in betekenen? Is er iemand die zijn antwoord nog even kort wil toelichten? Of hebben jullie vooral interesse in de laatste vraag? STOA is het beste forum om over het hele werkgebied informatie uit te dragen. Ja, dus er wordt hier gezegd dat STOA het meest overkoepelend is. Dus dat die daar waarschijnlijk de beste rol in kan hebben. Dat komt hier uit naar voren. Dan als laatste vraag. Waar ook al komt, hè, wij zeggen nu al, we hebben kennis en we moeten het doen. Nee. Inderdaad. Omgekeerd zijn wij ook heel erg benieuwd naar waar lopen jullie nou tegenaan? Dus waar moet de kennis nou worden gedaan? Wij kunnen altijd, als onderzoeker kan je altijd met 100 leuke ideeën komen wat interessant is om te onderzoeken, maar misschien niet relevant. Dus voor ons is het best wel interessant, wat zijn nou de kennisleemtes, de grote vragen die jullie hebben met erosie en bekledingen, dus ga niet helemaal los op de dingen, die je bijvoorbeeld tegenkomt bij de beoordeling, bij de versterking, maar ook misschien bij beheer en onderhoud. Wat zijn nu de grote problemen waar wij misschien als onderzoekers op de universiteit, bij deeltaars, bij andere dingen, nou echt het verschil mee kunnen maken? En
Eens even kijken. En is er misschien iemand die dat wil toevoegen? En dan kunnen we misschien ook kijken of we zo meteen bij de borrel of we mensen met elkaar in contact kunnen brengen. Een opdracht kan ook. We zijn zeker in te huren, maar misschien ook mooi om te kijken. Er zijn ook andere financieringsmogelijkheden soms, of ik kan een voorstel of dingen anders. Ja, is iemand die zijn wil zeggen wat hij heeft ingevuld en wil toelichten, of moet ik een uitkiezen? Nee? Ja, oké. Okay. Oh nee, dat was. Oké, okay, ik kies één uit. Ik zit heel veel na te denken hoor, want we zijn volgens mij best dingen. Waar moet de goede overgang aan voldoen? Kijk, dat vind ik natuurlijk leuk. Wie heeft die ingestuurd? Oké. Okay. Ja, als je een overgang hebt, wat dan ook, dan heeft dat een mogelijk een hogere belasting en een lagere sterkte. Ja, en er worden wel wat richtlijnen voor gegeven, maar het is nog niet helemaal duidelijk in het ontwerp van waar moet het dan aan voldoen. Kun je ze ontwerpen? Hoe maak je ze sterker? Daar is volgens mij nog, is nog een kennisvraag. En dan vooral over het ontwerp of ook hoe moet ik ze onderhouden? Of oplossingsrichtingen bijvoorbeeld, kunnen we ze op een bepaalde manier sterker maken? Zijn dat ook dingen die spelen? Ja. Nou ja, ik kan je vertellen. Ik kan je vertellen, na 4,5 jaar onderzoek naar overgangen, dacht ik wel, oh jongens, ik kom met het antwoord. En het spijt me echt, maar het is wel wat moeilijker dan gedacht. We hebben wel wat stappen gezet. Is er misschien iemand anders die zegt, ik wil een kennisleemte verder uitgelegd hebben? Of zal ik eens kijken? Ja? We hebben namelijk nog 1 minuut, dus... Nou, ik ondervind wel dat de dijk eigenlijk steeds kleiner moet blijven. En daarom dat we ze qua bekleding belangrijker vinden. En aan de andere kant ontwerpen we die dijken zo goed mogelijk qua overgangsconstructies. Dus daarom had ik de vraag gesteld van een verschil per overslaggebied. Ik merk dat we steeds meer water over die dijken heen willen hebben. Misschien is het ook wel een goede gedachte, maar dat betekent wel wat voor die constructies en voor ons beheer en onderhoud. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Want ik probeer het zo goed mogelijk die constructies te bedenken en te maken. Maar aan de andere kant, het kost ook geld. En om die afweging goed te maken, ja, ben ik daar geïnteresseerd in. Oké. Okay. De tijd is voorbij, hè? Of niet? 1 minuut. Is er nog iemand die wat wil zeggen over de zonnepanelen op een dijk? Ja, ik ben daar bezig met een onderzoek. Die dingen staan daar. En wat je merkt is dat vanuit de producent heel erg gekeken wordt van groeit het gras ja of nee. Maar vanuit de kennisvraag is van ons, de dijkmensen, van hoeveel paaltjes mag je eigenlijk op een dijk zetten? Want je hebt niet waterkerende objecten. Nou, het doel is nul. En wij komen eraan met duizenden. Dus ja, past niet helemaal. En dan wordt het een beetje lekker geprint. Ja, dus dat is heel vraag. Wat mag? Nou. Ik wil jullie graag bedanken voor alle input. Ik kan hier in ieder geval heel veel mee. En als jullie nog meer vragen hebben, dan mogen jullie me altijd een berichtje sturen. Of spreek me zo aan bij de borrel. Maar leuk dat jullie er waren. Ja, mag ik een...